Hallo, verder dag mijn beste koetjes. Welkom bij een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 1. Mijn naam is Wouter en vandaag gaan wij verder met het parkje Mystic Mountain. Ons budget is niet echt heel erg hoog momenteel. We hebben maar 2850 euro. Dat is niet superveel. We hebben in ieder geval wel al een achtbaan die eigenlijk geen stomend succes is volgens mij. Aangezien hij niet echt heel spannend is. Dat is wel een beetje jammer. Ik bedoel, zelfs de Swaffer hier zo, die is spannender dan de Crazy Train die hier zo staat. Maar ja, we zullen een beetje aanzien hoe dit gaat. Anders gaan we hem nog een keer aanpassen of zo. Maar we hebben wel het maximaal aantal geleend in deze game die we kunnen hebben. 15.000. Ja, we kunnen niet meer. Dat is een beetje jammer. Dan denk ik wel van een marketingcampagne op gang gooien. Krijgen we wat meer publiciteit. Kom wat meer gasten deze kant op. Want voor mij was een van de doelen die wij hadden. Was een aantal 800 gasten. Minst 800 gasten voor het einde van jaar 3. Dat moet wel lukken. Of oktober jaar 3. Want we zitten nu ongeveer op 1/4 of zo. Ik weet niet. Ik zit vandaag niet op school, dus ik weet het niet meer. Dus we gaan even kijken. We gaan eens even een marketingcampagne erop gooien. Dan krijgen we even meer publiciteit in de media en zo. Hartstikke mooi. Wat gaan we eerst doen dan? Kunnen we überhaupt niet de prijzen hier doen? Veranderen bedoel ik. Naar de gratis? Nee, dat doen we niet aan. En we doen even 5 euro, dan mag je het park in. Eens even kijken. We kunnen een advertentiecampagne doen voor het park, maar die is pittig duur. 350 per week. En we hebben niet zo heel veel geld. Misschien kan ik beter eten en drinken, halve prijs voor het park. Ik denk dat ik die gewoon wel gaan doen. Als we gewoon een halve prijs voor het park gaan doen, dat werkt misschien wel goed. Of we kunnen natuurlijk de Crazy Train kunnen we goed gaan promoten, want daar vragen we volgens mij redelijk wat voor. Dan kijk ik de meeste mensen. Oh, die gaan niet in omdat het regent. Oké, ze vinden hem niet spannend genoeg. Maar het regent, daarom gaan ze niet in. Lopen we ook stel sukkel zonder een paraplu. Waarom gaan die nou even niet een paraplu kopen? Willen ze dat ik fiets ga of zo? Waarschijnlijk wel. Gewoon alle parkbezoekers hier zijn enkels, dat weet je. Ze raken weer verdwaald en zo. Gaan ze weer zeiken dat ze verdwaald zijn. Al die vervelende dingetjes. Maar eens even kijken. Oké, er gaan even meer mensen in zo te zien. Dat is mooi. Gaan ze zeggen mensen momenteel dat ze hem niet leuk vinden of zo? Nee, er gaan gewoon steeds meer mensen in. Dat is mooi. Ze zeggen dat de Crazy Train leuk was. Dat is hartstikke mooi. Ik heb 5 keer gezegd dat is hartstikke mooi. Maar ik ben ook gewoon een beetje blij mee dat hij werkt. Als we ongeveer even $3000 hebben, of 3000 euro's trouwens, gaan we even een marketingcampagnetje opzetten. Gewoon half prijs voor het park of zo, half prijs voor de Crazy Train. Wie zegt het? Ik niet. Want we maken nu toch wel winst deze maand, of niet? Nee, nog niet echt. We maken alleen maar verlies, dat is een beetje minder. Maar ja, anders vind ik het erg saai om gewoon niet, om niet dingen te gaan bouwen, snap je? Dat haalt het hele gedeelte van de serie weg. Als het slordigste park in het land, is dat ook legit het slordigste park van het land of niet? Het veiligste park van het land. We zijn nog steeds het meest teleurstellende. Ik dacht dat gewoon zo was, ja. Maar daar kunnen we niet zo heel van doen. Behalve niet teleurstellend zijn. Dat kan ook. Dat is ongeveer net als ik in bed. Ik ben ook heel teleurstellend. Eens even kijken. Kijk, er gaat 6 mensen in. Dat is mooi. Maak ik überhaupt al winst met deze achtbaan of niet? Nou, 56 euro, 62 euro per uur of zo. Niet verkeerd. Doen we het voor. Waarom gaan deze mensen niet in? Dat is niet spannend genoeg. Ja, de meeste mensen willen iets spannend. Dus oké. Misschien gaan we later nog gewoon even wat engere achtbaan bouwen of zo. We zullen zien. We gaan nu eventjes andere dingen doen. Zoals masturberen of zo. Weet ik veel. Doe iets geks. Ik moet even kijken welke attracties ik ga neerzetten. Want de standaard attractie hier staan hebben we al. Deze is op zich ook wel leuk, dit in een karretje. Maar die is pittig duur volgens mij. We kunnen gewoon weer even voor een standaard achtbaan gaan. Zoals bijvoorbeeld de Shuttle Loop. Die is op zich best wel chill. Hij is niet duur. Hij is best wel eng. En hij is heel klein. Dus eigenlijk het perfect voor deze park. Dus ik ga ook even neerzetten. Maar dan moeten we even wat boomjes verwijderen. Fuck you, moeder natuur. Weg met die boompjes. Hebben we er niks aan. Toedeloo. Dus even kijken. Kan die hier zo? Die kan die inderdaad. Mooi. Hoeveel kost ons dat? Volgens mij nog niet eens 1000. Dus dat is mooi. Maken we ondertussen nog steeds winst of niet? Nee. Hoe duurt deze attractie? 1400 euro's. Nou ja, we doen het ervoor. En dat is een beetje minder dan dat die zo duur kostte. Maar goed. Het is een achtbaan. Hij is eng. Mensen schullen waarschijnlijk wel ingaan. Hij is een stuk enger dan die andere. Vooral dit gedeelte dat niet echt veiliger uitziet. Maar overigens, deze achtbaan stond voorheen ook in Walibi volgens mij. Toen het nog Six Flags heette. Maar toen, nu is het Walibi natuurlijk. Toen hebben ze omgebouwd naar de Speed of Sound. Wat ik eigenlijk niet zo'n hele leuke achtbaan vind ofzo. Ik heb er een keer in gezeten, maar of ik hem nou spectaculair vind ofzo? Nee, ik zou het niet willen zeggen. Hij is een beetje overrated, heb ik het idee. Als je een achtbaan überhaupt overrated kan noemen. Maar dat terzijde. Dus even kijken, hoe gaan we met dit pad aanpappen? Geen idee, we gaan gewoon eventjes kijken hoe we dit doen. Want ik wil wel wat langer pad hebben dan één breed. Dat is een beetje korte rij, vind ik. Ze moeten wel een beetje lang in de rij staan, zodat ze geen keuze hebben. Dus op een gegeven moment de prijs verhoogd naar 20 euro, dat ze weglopen. Ze kunnen niet weigeren te betalen, dat is ook zo mooi. Maar als ze geen geld hebben in hun pocket, dan weet ik niet. Dan moeten ze denk ik ook gewoon maar hun kleren gaan afgeven en zo. Niet mijn probleem, laat ik dat zomaar zeggen.
Eens even kijken, kunnen we hier dat pad weer verder maken? Ja toch, hier zo. Waarom werkt dit pad niet? Fucking hell. Deze game is een beetje raar af en toe. Oké, zo werkt het wel. We moeten even kijken hoe we nog bij de uitgang zien te komen. Ik denk dat we dan hier zo langs moeten gaan of iets in die richting. Kan dat hier zo omhoog of landhoogte en helling instellen? Nou, dank je game. Daar heb ik echt wat aan. Dus even kijken. Er loopt nog steeds één mannetje rond die niet weet waar hij naartoe moet. Nou, niet mijn probleem. Eigenlijk wel. Want nu kan hij geen dingen uitgeven. Met dingen bedoel ik geld. En dat hebben we eigenlijk wel nodig. Niet dat we echt heel pauper zijn of zo, maar de financiën kunnen beter gaan. Laat ik het zo zeggen. Oké, de zelfmoordmachine is geopend. Dat gaan we ook gewoon noemen. Aangezien de kans dat het gigantisch fout gaat bij deze achtbaan redelijk groot is. En waarom wordt die meteen afgeschoten? Dat is een beetje raar. Ik kan bijvoorbeeld ook de snelheid aanpassen, de lanceersnelheid. Dan zie je ook maar met 10 km hoger vliegt naar de baan. Maar ik ga dat niet demonstreren, want dan gaan heel veel mensen dood. Laten we dat maar niet doen. Deze attractie is natuurlijk standaard gratis, omdat ik geld vraag om het park in te komen. Maar laten we er gewoon maar even 2,50 maken. Dat is wel leuk, denk ik. Dat vinden ze toch wel leuk, of niet soms? Ja, is zien. Zo betaal ik niet voor de Tweede Kamer. Die is hartstikke eng natuurlijk. Dus laten we je verlagen naar 1,50 of zo. Niet zoveel mensen staan in de rij voor de Tweede Kamer. Dus even kijken. De badbootjes. Hoe denken de mensen daarover? Really spannenders. Vinden waarvoor geld mooi? Dan kun je ze twee. Hoe denken de mensen daarover? Ze willen best iets spannenders, maar... Zo te zien vinden ze het wel leuk, maar ze zijn niet bereid om zoveel ervoor te gaan betalen. Hij is maar 2,60, dat is helemaal niet duur. Alhoewel voor mij was deze achtbaan hier zo, was ook 2,50. Dus even met 10 cent verlagen. Deze achtbaan is heel populair. Oh shit, ze vinden hem gewoon waar voor je geld. Mooi, even met een uur niet hoger. Gaan we naar 2,50, 3,50 aan. Ik heb shit, al dat geld, kom maar naar mijn kant op. Het geld moet rollen, maar dan wel mijn kant op, zeg ze. Nou, dat is mooi. We zitten op 210 gasten, ons budget gaat redelijk goed. Maak nog steeds verlies deze maand. Het komt vooral omdat we heel veel hebben uitgegeven aan het bouwen van attracties, zo te zien. Dat is natuurlijk deze ding, de zelfmoordmachine. Draaikosten attracties, dat loopt natuurlijk ook op, want hoe meer attracties je hebt, hoe hoger die worden. En het is een maand er voorbij. Hoe ver zitten we jullie eigenlijk al? Juni. Ik zeg juni, niet juni. 18 juni. We gaan een beetje naar het einde toe. We moeten even een strategie verzinnen om meer en meer geld te gaan verdienen. Deze is op zich wel mens populair, daar niet van. Maar kijk, dat gaat wel lekker omhoog. Maar we moeten even wat meer winst maken. Ik bedoel gewoon winst, anders maken we momenteel alleen maar verlies. Dat zou kunnen betekenen dat we gewoon een maandje moeten afwachten met geld. En dat moet dan maar eventjes. Maar dat doe ik dan wel een keer offscreen. Laten we het gewoon een maand lang, niks ga ik neerzetten. Alleen maar geld, niks erbij kopen, echt helemaal niks. En dan zien we wel gewoon verder. Want nu, dit is niet goed hoor. Dat is gewoon 1100 dollar, euro, alles. De verlies, goudstukken wou ik haar zeggen. Maar dat klopt helemaal niet. Oké, als we gewoon even meer bij deze verkopen, vinden ze hem niet te duur. Wat is er aan de hand? Vinden ze te duur? Zoveel betaal ik die zelfmoordmachine? Nee, daar ben ik op zich wel mee eens. Het is pittig duur geworden nu. Ze vinden het leuk, maar ze vinden het nu wel een beetje duur. Dus laten we hem naar 3 euro doen. Hartstikke idee. Oké, we maken nu al minder verlies dan een maand van tevoren. Dat is mooi. Als we gewoon nog eventjes meer kaartjes voor deze verkopen, dat zou mooi zijn. Waarom gaan er geen mensen in de zwaffen? Vinden ze hem te duur? Dat zou natuurlijk zo maar kunnen. Zwaffen is waar voor je geld? Nee. Waarom gaat niemand erin dan? Dat is een beetje vreemd. Ze willen iets spannenders. Oké, deze mensen dus een beetje allemaal adrenaline junkies, heb ik het idee. Dat zijn alleen maar spannende attracties. Dat is op zich best wel mooi. Want dat betekent dat ze gewoon massaal hier naartoe gaan. En dit is de attractie waar ik toch het meeste geld voor vraag. Dus I don't give a shit. Ik vind het alleen maar mooi als ze adrenaline junkies zijn. En lekker in die zelfmoordmachine gaan. Die je op mogelijke keer fout kan gaan. Maar eens even kijken. Ons budget gaat nu wel redelijk goed. Zit er momenteel 2000 euro. Onze verlies is het dik aan het afnemen. Dat is mooi, dat is mooi. We zitten al bijna de attractie terugverdiend met de attractie zelf of niet? Eens even kijken hoeveel we ondertussen met deze attractie verdienen. 340 euro en 40 cent per uur. Not bad, really not bad. Even kijken. We hadden het observatorium vrijgespeeld. Maar zoals ik al zei, de meeste mensen in de park zijn blijkbaar adrenaline junkies. Dus het is waarschijnlijk niet zo'n goed idee om die neer te zetten. Want ik denk niet dat we heel veel geld gaan verdienen. Oké, eens even kijken. Deze spannende attractie is niet zo heel spannend, dus dat doen we niet. Kun je trouwens niet gewoon zeggen dat wat ze moeten gaan onderzoeken ofzo? Minimale financiering, rustige attracties, spannende attracties. We gaan voor de spannende attracties, de winkel en kraampjes en de achtbanen. Daar doen we het voor. We kunnen natuurlijk ook eventjes deze neerzetten trouwens. De boomstamattractie, want die is ook redelijk spannend. We kunnen die zelf gaan bouwen of we kunnen de Lockers Defense neerzetten. Maar ik weet niet hoe duur die is, dat is even het probleem. We kunnen hem hier denk ik wel neerzetten als we... Een budget voor hebben tenminste. Eens even kijken, kan die daar? Kan die hier niet gebouwd worden? Ah, waarom nou niet? Net stond er wel dat die gebouwd kan worden volgens mij, of niet soms? Waarom kan die daar niet gebouwd worden? Ah, een beetje raar. Je moet een beetje zelf gaan verzinnen. Gaan we die gigantisch spannend maken en zeer dodelijk. Die dingen lijken zich nogal vaak te combineren. Dus dan gaan we gewoon even aan beginnen. Hier zo bij deze houtattractie in de buurt, bij deze achtbaan. Die iets heel spannend is. We maken deze gewoon even wel spannender. Dat is een beetje heel lange wachtrij, dat hoeven we niet te doen.
station perron bedoel ik. Dus dat is nog niet eens per se. Maar even omhoog hier zo. Te hoog voor ondersteuningen. Verdomme nou. Goed, wat doe je eraan? Nou ja, gewoon iets hoog bouwen. Dat doe je eraan, verdomme. Nou, dan zie ik daar even naar beneden. Ach, voor mij kun je wel in deze game de snelheid verhogen of zo. Was dat nou bij opties? Dacht ik hoor. Ik dacht dat ik hier gezien te hebben. Echt een bezoek zo'n beeld. Dat vind ik leuker dan wat er normaal staat met die dinkies. Snap je wel? Nee, ik snap het ook niet meer. Kun je hier niet de snelheid verhogen? Nee, dat is echt alleen maar passeren en doorgaan. Oké, dan. We moeten even de ingang van het parkprijs verhogen. Even 15 euro in plaats van 10 euro. Vind ik hartstikke leuk. Patsboom. Daar doen we het voor. Dus even kijken. We gaan een beetje deze kant bouwen, denk ik, dan nu maar. Wel omhoog. We zitten nu ook redelijk in de buurt van de achtbaan. Kunnen we nog onderdoor? Dat kunnen we inderdaad. Nice. Kunnen we speciale effecten doen? Nee, dat niet. Er zit bijvoorbeeld zo'n draaischijf. Die is wel vet, maar blijkbaar kunnen we die niet. Dat is een beetje jammer. Maar ach, wat doe je eraan? Niet zo heel veel. We kunnen er een onderzoek naar doen. Maar ik vind het jammer dat je niet specifiek naar bepaalde achtbaanonderdelen of zo onderzoek kan doen. Maar dat zou een stuk beter zijn. Maar ja, we kunnen daar niet zoveel aan doen. Ik zeg dat al de hele tijd. Ik zeg gewoon, ik herhaal heel veel dingen deze aflevering. Ik weet ook niet waarom. Gewoon omdat ik niet weet waar ik over zou moeten lullen. Over rollercoaster tycoon gerelateerde bullshit. Behalve dat ik net de huisgenoot sprak en we hadden over die zit. Toen zei hij ook gewoon van iets met rollercoaster tycoon of zo. Dat je dan mannetjes oppikt in het water kleurt. Wat denk ik niet zo heel goed voor je reputatie is. Want als mensen drinken in je park, ik denk niet dat ze snel terugkomen. Vooral omdat ze en dood zijn. Wat wel ook nog wel eens redelijk helpen dat ze niet terugkomen. En omdat ze. En dat ze gewoon. Ja, een slechte reputatie. Omdat je een slechte reputatie opbouwt. Met je park, omdat er heel veel mensen doodgaan. Dan denk ik hier een S-bochtje neerzetten. Of hebben we niet genoeg doekoe. Wat is er aan de hand? Waarom kunnen we hier niet verder bouwen? Kan dat wel? Eens even kijken. Ik denk dat we toch even een S-bochtje nodig moeten hebben. We moeten hem eventjes wat later naar beneden doen, denk ik. Dan een S-bochtje hier zo. Naar links. Dat doen wij. Dan even deze boompjes aan de kant, wat ziek idee. We zitten ondertussen onder de 1000 euro. Deze attractie heeft voor mij meer gekost dan de achtbaan die we net gezet hebben. Maar ach, het is het geld waard, hoop ik. Zo, wat ziek idee. We moeten nog even de ingang en uitgang neerzetten. En ik heb niet echt bedacht hoe ik dat ga doen. Want voor mij zit je hier dan direct tegen die baan aan. Nou, minder. Nou, dan moeten we maar gewoon weer een heel raar, gek padgeval ding neerzetten. Als dit wil lukken. En als het niet lukt, is het een beetje jammer. Ondertussen kunnen we deze gewoon even testen, denk ik. De bovenste attractie, wat ziek idee. Dat doen wij gewoon eventjes. Dat weet kunnen. Het regent wel echt heel vaak in dit park. Dat maakt het denk ik ook best wel moeilijk. Want al je gasten zijn een beetje adrenaline junkies. Dus dat betekent dat je lekker veel achtbanen gaat neerzetten. Alleen omdat het regent willen ze niet in die achtbanen. Dus het is allemaal een beetje moeilijk weer. Maar ach, dat is Rollercoaster Tycoon. Dat is niet zo heel gek. Oh, ik zie het probleem hier al. Hier staat dus dat in de weg. Of dit staat in de weg. Verdomme. Ja, dan moeten we maar even sluiten en aanpassen. En dan eventjes hier die S-bocht dan neerzetten. Anders doet hij niet. Als je twee keer, ja ik wou het zeggen, twee keer met je rechtermuis op klikt, dan lukt dat wel zo. Eens even kijken, dan gaan we deze kant op. Had ziek idee. S-bochtje erbij. Hopelijk redt hij nu wel, anders ga ik huilen. Ga ik hier zo live huilen op beeld. Gewoon omdat het kan. Omdat het lekker veel views oplevert, denk ik. En als challengers leveren ook heel veel views op. Begrijp het niet echt, want je kan die dingen zelf doen. Nou, dat is exact hetzelfde met gamen in principe. Waarom zou je kijken naar iemand die gamet, als je zelf ook gewoon kan gamen? Het is hetzelfde ding. Maar toch, de meeste mensen doen het. Ik doe het ook. Jullie kijken nu naar mij. Misschien niet zo heel veel mensen. Maar ja, er kijken wel mensen naar mij. Inderdaad. Ik kan dus. Ik weet niet of ik dan stop zou zijn met mijn kanaal, zou niemand kijken. Maar ja, views is toch wel een hele goede motivator, dus. Dat wel dan weer. Eens even kijken, waar gaan we dus nu de uitgang neerzetten? Ik denk dat we gewoon even een extra ingangetje, of een extra stuk baan hier moeten neerzetten. Anders lukt het niet. Ik kan vandaag echt niet aan mijn woorden komen. Ik heb soms van die dagen, dan loopt het echt heel soepel. Gewoon commentaar geven, maar nu lijkt gewoon de hele tijd over mijn tong te breken. Dat is vervelend. Ik zie, kan ik hier niet dit stukje land kopen? Dat kan ik inderdaad niet. Pot vol koffie, zeggen we dan. Eens even kijken. Juist, ja. Hoe gaan we dit oplossen? We kunnen misschien een hele rare omweg maken. Misschien dat werkt. Ik denk dat we daar maar even op moeten doen. Een soort hele rare bocht hier gooien. Dat we dan wel zo meteen de ingang kwijt kunnen ergens. Want nu kan dat niet. En dat is redelijk vervelend. Ik bedoel, we moeten dus anders attractie inkomen. We kunnen ze moeilijk duwen. Ja, je kan ze op zich wel duwen. Op zo'n bootje. En dan volgen ze een beetje aan het lot overlaten. Maar de meeste mensen, die vinden dat niet zo leuk. Ik weet ook niet waarom. Het is een beetje raar allemaal weer. Maar ja, nu komen we juist eentje tekort daar. Wat verdikke me. Juist ja. S-bocht. Ja. Gaat het zo werken? Nee, dat doet het niet. Verdomme. Misschien moeten we alvast eentje naar beneden gaan hier. Zodat we hier eentje vooruit gaan. Eentje naar beneden. Dat is een ziek idee. Bochtje hier zo kan het nog weer niet. Oh, wat een moeilijkheid allemaal weer. We kunnen natuurlijk ook gewoon zo terug gaan. We moeten even de ingang
verwijderen. Het is een beetje een moeilijk achtbaantje dit. Maar soms heb je dat wel eens van die dagen. Dan kom je een moeilijke achtbaan tegen en dan spring je uit het raam. Ik kan hier niet langs omdat dit een S-bocht is of zo. Inderdaad. Oh shit, hoe gaan we dit doen dan? Ja, ik denk dat het beste is om hier zo langs te gaan. Maar we kunnen natuurlijk ook deels onder de grond. Wat doe ik nou moeilijk? Ik kan gewoon een deel van die van dat gras verwijderen daar, dat stukje land. En dan zien we wel verder. Dat kan makkelijk natuurlijk. Maar dat kost allemaal geld. Hey, we zitten ondertussen op 2000. Holy fuck, waar komt al dat geld opeens vandaan? Hoe kan dat? Hebben we gewoon winst gemaakt de vorige maand of zo? Nee, niet echt. Deze maand maken we momenteel wel winst. Dat is mooi. Of verlies trouwens. We hebben nog geen 1 maand winst gemaakt. Ik begrijp niet dat ik überhaupt geld krijg van de bank om attracties te bouwen. Terwijl ik eigenlijk nog nooit winst heb gemaakt. Zijn er zwaar aan de drugs die mensen bij de bank of zo? Of ze hebben gewoon zo'n vertrouwen in mij. Of het is gewoon een videogame. Dus het is allemaal AI. Dus dat merken ze toch niet. Eens even kijken. Dit naar beneden. Ziek idee. Hopelijk lukt het nu wel. Ik denk het niet. Of dan moet hij even hier een stukje naar beneden. Ik bedoel, we gaan hier nu een mooi recht stukje. En dan hier een bochtje, gaat dat werken? Nee, dan moet hij even plat. Oh, oké. Even plat op je rug. Zeg even kuch. Ga dan niet dood. Dat is vervelend. Wat doodgaan, dat willen we niet. Oké, komt hij nu wel uit of zit er net buiten het park met die bocht of zo? Wat is het? Wat zegt hij nou? Wat zagen jij? Oké, dan kunnen we hier, als het goed is, nog even zo'n chomperon neerzetten. En dan is hij eindelijk gelukt. Nice. Dit is super mooi. Dan kunnen we hier denk ik wel dat pad neerzetten uiteindelijk, de ingang. Het was even met een raar omweggetje, maar uiteindelijk is het gelukt. Ik ben gewoon hartstikke trots op mezelf. Ik geef even mezelf een ja, ik klop op mijn borst, laat ik het zo zeggen. Ook om te voelen of mijn hart het nog doet. Aangezien ik verwachtte dat mijn hart ging stoppen nadat ik deze attractie had gebouwd. En dan was de aflevering om te hebben eindigd. Dan was ik gewoon in mijn doodsval op de recordknop gevallen dat hij uitging. En dan was je ook meteen geüpload. Zo werkt dat. Wist je niet hè, dat YouTube dat allemaal doet. Maar toch werkt dat zo allemaal. Dat zijn dan de YouTube geheimen die mensen die geen YouTubers zijn, niet weten. Oké, de boomstone attractie is geopend. We moeten even kijken of het überhaupt doet. Ik denk het wel. Ja, die doet het zeker. Hartstikke veel bootjes. Ik weet niet hoe spannend die is. Moet je trouwens deze mensenmassa zien? Super nice. Vooral deze gaat lekker. De zelfmoordmachine. Wat denken de mensen erover? Dus waar voor je geld, zegt ze. Oké, dan verhogen we hem naar 330. Dat is wel een goeie. Crazy 2 gaat ook lekker. Wat denken de mensen daarover? Er zijn een aantal mensen die zeggen dat ze er niet zoveel voor willen betalen. Het staat gewoon eventjes met 20 cent. Net of zo. Oké, voor de Tweede Kamer staan mensen. Voor de zachte interview staan mensen. Voor de zwaffers staan mensen. Hartstikke lekker. Zwaffers waren gewoon mooi. Treuzenland gaat lekker. Alles gaat gewoon lekker. Alles gaat gewoon helemaal toppie. Toe thumbs up, zeg ik. Geef ook maar even een leuk duimpje omhoog deze video. Maar dat wordt zo commercieel. Ik weet niet eens wat. Nou, commercieel. Niet echt. Het is gewoon leuk. Misschien moet denken de meeste mensen. Zo betaal ik niet voor zelfmoordmachine. Oké. Dus wel ook gewoon dat ik de prijs weer verhoog voor het park. No probleem al. 5 euro erbij. Want er fokkeren. Heel veel mensen zeggen dat ze niet zo willen betalen voor zelfmoordmachine. Daar ben ik op zich wel mee eens. Dus laten we gewoon maar even weer naar 3 euro. 3 euro was zo te zien. De normale prijs. Een goede prijs voor de zelfmoordmachine. Dus dat is hartstikke mooi. Even kijken, deze achtbaan die doet het gewoon op deze bootjes. Dan zetten we die ook maar even open. Hoe gaan we hem eens noemen? De boomstamattractie. Ik noem hem van de bruine boomstam. Niks te moeilijk, niks te graps ofzo. Want ik kan niks grappigs bedenken bij een boomstamattractie. Behalve dat die dingen eruit zien als rollen. Dat daarom bruine boomstam erop kan slaan of kan staan. In dat geval zou deze baan een riolering zijn. Maar ik denk niet dat heel veel gasten gaan betalen voor een attractie die werkelijk de riolering heet. Voor mij is deze attractie nu gratis, maar dat doen we niet. We zetten meteen eventjes door naar 2,50. Dat is het toch wel waard. Dat is al dingetjes binnen over hoe spannend het is of zo. Ja, nee, nog niet echt. Jammer nou. We moeten gewoon even wachten tot de testresultaten. Test uit het lab. Even kijken of we HIV positief zijn. Of niet HIV positief zijn. Dat zien we dan weer. Er staat trouwens met de badbootjes voor. Hoe denken de mensen daarover? Als ze kunnen denken about dan. Soms denk ik gewoon van niet. Oké, ze vinden het leuk. Ze willen alleen best in spannenders. Maar dat is mooi. We geven nu allemaal leuke spannende attracties uit. Zoals deze, de bruine boomstam. Deze achtbaan. De vorige aflevering, volgende aflevering gaan we denk ik een wat spannende achtbaan bouwen. Of we kunnen deze een beetje ombouwen dat hij nog spannender wordt. Want deze is echt totaal niet spannend. Maar goed, ik hou het geschieden voor deze aflevering. Dus bedankt voor kijken naar deze aflevering van Rollercoaster Tycoon 1. Laat een duimpje en een reactie achter. En dan neem ik jou nieuws als je dit leuke aflevering vond. Dus ik zie jullie volgende keer weer. Het is het dan weer. Blijf vloeien, best goed. Blijf vloeien.